Bas Klumper, we wonen in Winterswijk. We melken ongeveer 200 melkkoeien. En ja, we doen eigenlijk al van jaren af aan altijd al stalvoedering. Dat doen we hier maar altijd. En de hoofdzaak, ja, we kunnen de stukken niet allemaal bij huis. Dus we halen het een beetje van verder van huis naar hier. En we hebben een jaar geleden, toen zochten we andere opdrachtwaar. En we hadden er al eentje, maar die was eigenlijk een beetje, ja, een keer houdt op. En toen waren we kijken en hebben we toch voor Kroon gekozen. Onze dealer die heeft van, iemand allemaal hetzelfde. En de hoofdzaak, het gras moest er niet. Met die brede afvoerband kunnen we heel makkelijk lossen. Eén voordeel is, het is eigenlijk een dubbel doelwaar. Dus je kan met inkuilen en kunnen we ook gauw, dus met een paar minuten kunnen we zeg maar inkuilen. Dus dat is ook ja, een groot voordeel voor ons. Ik haal twee wagens vers gras per dag. En ze vreten, ja, kan gerust zijn, bijna allemaal op. Dus gewoon, ja, het is gewoon fris. Je hoeft niet in te kuilen, je hoeft niet te schudden, je hoeft niet te harken, je hebt geen plastic, je hebt niks. Als we beginnen in het voorjaar met halen, dan, ja, dan gaat toch de melk gaat direct naar boven. Vooral met de meigras, dat is het, ja, het lekkerste wat er is dus. Vorig jaar was het natuurlijk zo droog, we konden natuurlijk 6 weken hebben we geen gras gehaald. Maar ja, dan hebben we wel een paar weken gehaald, allemaal van het sprietspul, maar ja, daar kun je ook niet van melken. En dan zakt de melk ook dus. En toen ik het weer kon, ja, is het brek weer begonnen. Door middel dat we de opwarming op een radio vrij hoog en brede banden hebben gezet, kunnen we toch lang in het seizoen, ook met natte omstandigheden, nog lang door blijven rijden. Toen we gekozen voor die waren, hoofdzaken met de hoofdzaken, maar ook met de moesen van gras. Dat is natuurlijk met groen gras, dan moet je natuurlijk niet gaan moesen. En ja, het voordeel is van de kronen, die wand waar net achter de rood, die loopt niet.